Dit is een brief. Ja, een brief. Het is een brief van het ministerie van danskunst en moves. Ze zeggen dat... Het is geen brief. Het is een blad met tekst erop. Vandaag, niet morgen, vandaag... Oké, dus vandaag leer ik jullie de dikste dance moves. Want, in plaats van naar een feestje te gaan en daar zo te staan... Kan je na deze video dus naar een feestje gaan en gewoon echt de man zijn die de dance moves doet. Net zoals mij. Na deze video kan jij dus ook zo goed dansen als ik zit. Dus jongens, smash die like. Hopelijk krijg ik weer veel duimpjes omhoog op, want ik kan mezelf waarschijnlijk... fucking hard voor schut zetten. Ik ben Acid. En ik zou zeggen, let's go! Gelukkige verjaardag als jij vandaag jarig bent. Gelukkige verjaardag. Ik ben een pannenkoek gaan halen om toch eerst nog iets nuttig te doen in deze video. Voor wij volledig bergaf gaan met het intellectueel niveau van deze video. Sommige mensen denken dat een pannenkoek een frisbee is. Anderen zeggen dat je het niet kan gebruiken als frisbee. Ik ga nu checken wat je ermee kan doen. Dus let's try it out. Pannenkoek, frisbee, take 1. Pannenkoek, frisbee, take 2. Pannenkoek, frisbee, take 3. Ik denk wel dat ik heb... Ja, ik denk dat ik heb bewezen dat een pannenkoek zeker wel een waardig frisbee is. Nu ga ik hem opeten. Ik neem even een eetpauze, dat moet ook gebeuren, ja, oké. Okay. Zo ik heel veel zie dat mensen doen, is shuffelen. Of ja, die shit, mijn voeten. Simpel te zeggen, ik kan niet shuffelen. Ik ga jullie tonen hoe goed ik kan shuffelen. Fucking nice. Oké, nee, stop daarmee. Je moet alleen maar letten op je heupen en alles daarboven. Vandaag gaan we het even over wat je allemaal kan doen met je armen. Maar met deze twee bad boys kan je echt fucking veel dingen doen. Dus laten we beginnen bij nummer 1. Nummer uno is meteen alleen van mijn favorieten en dat is de winkelkar. Het spreekt voor zich, de winkelkar, let's go. Je wandelt dus in de club met je winkelkar en je wacht tot de beat dropt. En als de beat dropt, dan begin je op de beat. Zo fix je eigenlijk gewoon alles. Je staat daar gewoon in de club met je super marketingetje. Beste dance move van 2014 of 15 of weet ik veel. Let's go to number 2. Nummer 2 is mijn all-time favorite. Dit is gewoon mijn dance move. Als je me ooit ergens zou tegenkomen waar er een lekker plaatje is, dan is dit gewoon het ding die je mij ziet doen. Ik noem hem het autostuur. Let's go. Je zit dus in je bakka en je hebt het stuur vast. En eigenlijk wat je gaat doen is gewoon op de beat met je arm bewegen. En dan, dat ziet er zo uit. Dan doe je gewoon hier. Goeie. Nummer 3 is een bekende dance move. Het is een erg goede dance move. Super effectief om bitches te scoren in de club. Super effectief om die meisjes te overwinnen. De vishengel. Je staat dus ver van je prooi en je probeert oogcontact te maken met een meisje die je wil nemen. Als de beat begint te droppen, sla je je vishengel naar achter. En als de beat dropt, gooi je je haak uit. En dan rol je je stok op en ga je naar het meisje. Ziet er super nice uit. Werkt altijd. Super sicke dance move. Wat je ook kan doen is nummer 4 en dat is de knuckle. Zoals het woord al zegt, het is iets met je vuisten en dat is eigenlijk ook het basisprincipe van het dansje. En dit kan je niet doen op alle soorten muziek, maar als je naar techno gaat of zo van die shit, is dit de perfecte dance move. Wat je gaat doen is fucking random, is fucking nice. Je staat daar eens gewoon en dan ga je dit doen. Het is dus eigenlijk gewoon een upgrade van dit, maar in plaats van dat je snel zo... gaat doen. Doe je eigenlijk gewoon steeds zo en je draait je armen door elkaar op de beat. Beter doe je niks wat ik jou heb geleerd in deze video. Beter ga je gewoon deze video liken. Ik ben eerst niks te zeggen. Ja, yeah. Jullie weten wel dat een pannenkoek geen frisbee is. Toch wel. Let's go!